zijn er vandaag om twee redenen hier. De een is de Open Monumentendag. De andere is de start van de fietsroute van Boekel naar Bakel. Een helse mirakel. Er zijn een paar mensen die daar heel intensief mee bezig zijn geweest. Er zijn deze drie heren. Het zijn drie heren die heel veel vrijwilligerswerk doen. En in het kader is Gerrit anderhalf jaar geleden bij de VVV begonnen. En het was niet zozeer de vraag of hij nog veel fietste, maar het was meer de vraag of dat hij nog wat kon betekenen voor de VVV. Nou, dat was dus meteen een goede vraag, want hij heeft zich volop ingezet voor routes en dergelijke. Nou, dan komt dan dit ook weer uit in het kader van de nieuwe route die uitgezet is. Samen met Ben, die ook, ook al jaren actief is in dit soort dingen. En met zijn routes ook bekend is om routes te maken en zo, met zijn kerkenpad en dergelijke. Hij, dat zijn toch initiatieven die je allemaal niet zomaar doet, want het zijn toch wel van die mensen die zich daarvoor inzetten voor de hele gemeenschap eigenlijk. Nou, dan hebben we dan Simon nog, die net met pensioen is, dus die is en die hebben we ook al meteen zover gekregen dat hij zich gaat inzetten voor het een en ander. Niettemin, Simon heeft dat al jaren gedaan en is altijd voor de gemeenschap bezig geweest, en zeker ook voor dit soort dingetjes. En dan zie je dus dat zo'n route van Boekel naar Bakel een hels mirakel is geweest. Maar deze drie mensen, die hebben dat dus samen gedaan. En er is toch een heel verrassende route uitgekomen. Dan zie je dus dat door samenwerking, niet alleen de verbinding er ligt, maar door samenwerking een heel eind komt. En ja, dat is eigenlijk ook de insteek van, ook van de VVV Gimmel Bakel, maar ook van de heemkundekringen die er zijn. Dat je dus met een samenwerking heel veel kunt bereiken. En dit is een van de grote voorbeelden daarvan. Dat je dus daar iets neerzet, maar ook voor het publiek heel erg aantrekkelijk is. Ja, ik heb voor alle drie de heren, heb ik dan toch maar een dankjewel meegenomen. In de vorm van een merci. Ah. En dan kun je in ieder geval samen met je medewerkers lekker een chocolaatje eten. Ja? Heel veel plezier en een fijn weekend. Bedankt. Sorry. Mag ik ook nog? Ja, dankjewel. Wie dat mij waar vandaag. Ik heb de band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klaar. Wie dat mij waard vandaag? Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. Ben, op 11 september is de fietsroute Boekel-Bakel geopend. Wat is het bijzondere van die fietsroute? Het bijzondere is dat er zoveel mogelijk zaken gecombineerd worden. Een stukje cultuurhistorie, een stukje historie, gezelligheid, de dorpen. Echt gewoon de leuke dingen bij elkaar proberen te krijgen. En niet alleen van handel, niet alleen van Geermert, niet alleen van Mortel, ook van Bakel. Eigenlijk het oude deel zoals het vroeger was, Boekel-Bakel. De fietsroute die heet dus inderdaad van Boekel naar Bakel, het is een mirakel. Maar hij stopt precies achter Handel en Boekel ligt toch nog een paar kilometer verder. Waarom gaat het niet helemaal door tot Boekel? Dat klopt. Als je dan even teruggaat, de monumentencommissie Geemert-Bakel zorgt ervoor dat het kerngebied Geemert-Bakel is. En wij zijn eigenlijk in Handel begonnen, nee eigenlijk in Huize Pariwa. Maar we hebben ook de clubs en Boekel uitgedaagd om een aansluiting te vinden op onze route. Zodat niet alleen het Geemert-Bakelse onder de aandacht komt, maar eigenlijk in een groter gebied. Als je dat even doortrekt, het is nu hoofdzakelijk fietstocht. We zijn van plan dit jaar, en er wordt al keihard aan gewerkt, om dat uit te breiden met wandelpaden.
en fietspaden die aansluiten op de huidige route die we nu uitgezet hebben. Dus het is niet, dit is de basis. Nee, het moet breed getrokken gaan worden het komende jaar.